Een wielertocht van de voormalige Nederlandse wielertop reed dinsdag in en rond Nijmegen. De rit werd georganiseerd door Gerard Prudon, jarenlang sponsor van wielervereniging Groenewoud. Wij gaan hier vandaag met de oud-topcoureurs van Nederland, winnaars, gaan wij hier in de regio 80 kilometer rijden. Er reden onder meer een toerwinnaar, Olympisch kampioen en een Ronde van Vlaanderen corifee mee in de rit van Beek richting Ewijk en van Oosterhout naar Millingen aan de Rijn. Hier bevond zich de rustplek waarna de wielrenners weer verder fietsten door de Duffeltse Waard. De heren fietsen vaker samen in de wielerclub Tax Vrienden. Ook toerwinnaar van 1968 Jan Jansen is daar een onderdeel van. We kwamen elkaar tegen in Frankrijk. Dat is een beetje mijn tweede vaderland. Ik ken alle uithoeken. En op een dag kom ik Gerard tegen. Die had daar een chalet. We hebben daar geskiet. Gerard had wat zakelijke relaties. Hij zei, Jan, kom eens een keer op een middag hier wat praten over de wielersport. Of op een avondje. Nou ja, goed. Zo is dat allemaal begonnen. Voor Olympisch kampioen Henny Kuiper is het een thuiskomen. Hij fietste vaker in deze omgeving en verbleef er ook. Ja, het is natuurlijk weerzien van bekenden. Ik ken mensen van Spijker ken ik al heel lang en goed. Leuke contacten en hier meerdere keren geslapen. Verder is het de omgeving hier uitermate geliefd bij wielrenners. De Zevenheuvelweg kent heel Nederland. En ik heb hier ook wel eens, ben nog bondscoach geweest, hier ook wel trainingskampen georganiseerd hier in het, om hier toch wat in de heuvels te trainen. Ja, ik ben hier zelf graag. De natuur is mooi. Ja, we hebben nog de Ooypolder, dus je kunt die alle kanten op het vlakken, je kunt wat heuvel oprijden, mooi.